Ik sta hier op het Mediapark in Hilversum, waar verschillende politici van de grootste politieke partijen vandaag met elkaar in debat gaan over het creëren van een sterk ondernemersklimaat. Wat vinden zij dat de komende 4 jaar nodig is om de transitie naar zo'n slimme economie te versnellen? Ik ga ze het vragen na het debat. Diana Matroos, debatleider van vandaag. Even ademen, denk ik. Ja. Altijd even laten bezinken na zo'n debat, maar het was fantastisch om het te doen en je voelde ook echt die spanning tussen de verschillende kandidaten. Hoe zien we bij u terug dat het ondernemersklimaat diverser gaat worden? Ja, nou, een van de dingen die we denk ik echt moeten doen is dat we in Nederland zorgen dat ook juist vrouwelijke ondernemers veel meer doorkomen. Want het is natuurlijk geen natuurwet, hè, dat maar 1 op de 10 start-ups wij zijn ook is van sterk. Een vrouw. Ja, dat is toch belachelijk. Het is niet meer van deze, het is überhaupt nooit van de tijd geweest, maar dit past helemaal niet. Weet je wat nou het erge is? Wij hebben altijd gezegd, er moet een nationale investeringsbank komen. Of als de banken het niet doen, of als de grote investeerders het geld niet geven, dan moet de overheid garant staan. En nou is er zo'n nationale investeringsbank en die hebben ze dan weer zo gemaakt dat het alleen voor de grote bedrijven is. Ja, dat is echt dom beleid. Het was een drukke discussie. Ja, vond je? Helemaal in het begin. Ja, in het begin ging het inderdaad alle kanten op. Dat kwam ook een beetje, ja, de VVD wil bezuinigen op het onderwijs, dat vind ik idioot. Dus ik dacht, ja, daar moet ik wel iets van gaan zeggen. En ondertussen komt naar ons toegelopen Mona Keizer van het CDA. De slogan is kies slim, kies tech. Hoe gaan we dat bij u terugzien? Door het in stand houden van het groeifonds. Dus concreet meer geld erin en ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om talent vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Waarom zijn die start-ups zo belangrijk voor die slimme economie? Nou, omdat we natuurlijk nu ook in een crisis zitten en we kunnen ons alleen maar slim en duurzaam uit die crisis investeren. Lopen we nu achter? Ik denk dat we achterlopen, ja. Zowel in het verduurzamen van de economie, maar ook wel in de ruimte die we geven aan start-ups om echt nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik zie 2 heren met vrij tevreden gezichten. Ja, we hebben een leuk debat gezien. Ik denk dat het heel belangrijk wordt dat we veel meer samen gaan doen. Wat ik nu ook zie in onze programma's is de ondernemers die al succes hebben, dat die teruggeven aan de nieuwe, zeg maar, lichting ondernemers. En dat we veel meer kennis delen. Waarom vond u dat techdebat vandaag zo hard nodig? Nou, ik denk dat we het eigenlijk al vrij goed doen, hè? Maar we kunnen nog veel beter. En juist in deze tijd gaat alles veel meer digitaal. Dan wil je eigenlijk daarin versnellen, we willen doorpakken. En daar is het wel voor nodig. De beste technologische uitvinding aller tijden? De beste aller tijden, ja, maar dat zijn dan van die dingen die we gebruiken als wifi en je telefoon. Dat is allemaal leuk, maar die kennen we. Wat ik een hele mooie vind is skinvisje. Als je dan een vlekje op je huid hebt, kan je met die app kijken of er iets aan de hand is met dat vlekje. Interessant om de politici te spreken. Er is een hele wereld voor me open gegaan van technologie. En eigenlijk leefde ik natuurlijk al in de wereld van technologie. Mocht je nou dit debat willen terugkijken, doe dat dan zeker. Dan kan je je partijkeuze misschien verduidelijken. En verder zou ik zeggen, kies slim, kies tech.